samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Ja, samen sterk, een lieve groet, een telefoontje. We doen gezellig allemaal weer mee. Ja, samen sterk. Welkom bij Samen Sterk. Leuk dat je er weer bent. En intussen hebben we al in beeld Ton Lemme. Hi Ton. Hallo Diane. Want jij bent afgelopen woensdag voorgesteld in de gemeente Kranendonk als... inwonerscontactpersoon over het AZC. Aha, kijk. Dus als mensen allerlei vragen hebben over het AZC, kunnen ze bij jou terecht. Ja, in principe kan men voor alles op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, wat te maken heeft met het AZC, met zorgen, met eventuele klachten, kan men in principe bij mij terecht. En op het moment dat die zaken zijn voor de gemeente, zorg ik dat bij de gemeente op de juiste plek komt. Horen ze niet bij de gemeente thuis, maar bij andere instanties, zorg ik ervoor dat die bij de andere instanties terechtkomen. In principe ben ik natuurlijk de vooruitgeschoven ambtenaar vanuit de gemeente Kranendonk, om zeg maar wat dichter bij de inwoners en bij de ondernemers te staan. Maar daar zullen ook zaken bij mij terechtkomen waar een gemeente in principe inhoudelijk misschien niet de partij is om daar iets aan te doen. En dan ga ik natuurlijk kijken welke partij dat dan wel kan zijn. En ga dan die partij daarover informeren. En ik zal ook die partij dan ook aangeven hoe belangrijk het is dat hun daar gaan kijken wat ze eraan zouden kunnen doen. Ja. En wat dan vooral belangrijk is, is dat degene die het meldt bij mij natuurlijk ook het gevoel heeft dat we daar ook serieus naar kijken. En dat die ook een adequate terugkoppeling krijgt over hetgene wat daarmee gebeurt. Zodat ze ook wat dat betreft ook het gevoel hebben dat er ook goed naar gekeken wordt. Ja, het is natuurlijk zo, als je een probleem hebt en je wordt serieus genomen, is het eigenlijk al half opgelost. Het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Het kan een vraag zijn. Het kan een zorgpunt zijn. Het kan van alles zijn. Dus in principe ben ik voor al die dingen in principe bereikbaar. De gemeente vindt het belangrijk dat er gewoon iemand is die een luisterend oor biedt aan haar inwoners en aan de ondernemers voor alles wat te maken heeft met het AZC. En nogmaals, ik ga natuurlijk niet over het AZC of dat AZC moet blijven of wat dan ook. Ik ga niet over een bestuursovereenkomst of wat dan ook. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente vindt het belangrijk dat er iemand is die een luisterend oor heeft naar de inwoners en de ondernemers toe, maar die ook op momenten dat het nodig is ook betrokkenheid kan tonen, een invoelingsvermogen heeft naar de inwoners toe, om in ieder geval te luisteren wat het doet met de mensen. Ja, dan ben jij dus gewoon het aanspreekpunt. Ja, ik ben daarvoor het eerste aanspreekpunt en ik ben in principe daarvoor gewoon bereikbaar. Ja, en dan hoe ben je dan bereikbaar, Ton? Ik ben zowel telefonisch bereikbaar, ik heb mijn werktelefoonnummer, 06-nummer. Ben ik gewoon in principe, je zou graag zeggen, 24/7 bereikbaar. En daarnaast heb ik een e-mail, waar mensen mij kunnen e-mailen. Ik heb ook een werkmethode dat ik in principe e-mails, die worden eigenlijk dezelfde dag, maar eigenlijk al nog veel sneller worden die al beantwoord. Telefoon pak ik in principe altijd op. Ook al zou bij wijze van spreken, gechargeerd zeggen, midden in de nacht zijn. Ik pak hem wel op. En kijk, het is natuurlijk zo dat in acute situaties men natuurlijk de acute hulpverlening moet bellen. Ik kan dat natuurlijk weinig. Ik kan natuurlijk wel in mijn auto stappen richting Marais of Budel rijden. Maar ik denk op het moment dat men 's nachts hulp nodig heeft, dat er vaak acute hulp nodig is. Maar in principe, ik ben altijd voor iedereen bereikbaar. En per wanneer gaat het in, Ton? Ja, dat is low profile is dat al een beetje ingegaan. Ik heb al enorm netwerk opgebouwd, zowel bij de ondernemers in Budel en Marais. Maar ik heb ook al heel veel inwoners gesproken. Die hebben allemaal mijn 06-nummer en mijn e-mailadres. Die appen mij ook en die bellen me ook. En dat is allemaal geen probleem. Alleen nu gaan we dat gewoon opengooien. Dan gaan we dat gewoon de grotere wereld kenbaar maken. Dat Ton Lemme er is ook voor alle anderen die het nog niet weten. En dan mogen we jouw nummer gewoon in beeld brengen, Ton? Jazeker. Nou. Zal ik het nog eens even noemen? Ja, noem het nog. Het mobiele nummer is 06-57-707-469. En het e-mailadres is t.lemmen@kranendonk.nl. Voor vragen, problemen, dingetjes waar je tegenaan loopt over het AZC? Ja, of zorgen, of in een keer je kunnen uiten over dit soort zaken. Prima, ze kunnen daarvoor bij mij terug. Nou, fijn Ton, hartelijk welkom. Ja, graag gedaan. Succes met alles. Dankjewel. Oké, tot de volgende keer maar weer. Goed zo, tot de volgende keer. Hai hai. En ondertussen hebben we de volgende gast al aan de lijn. Hi, Rita Bos uit Leende.
Hallo Dian. Dit jaar lijkt het te gaan lukken, hè? We rekenen er wel op. Ja, want het is wel even geleden, hè? Vorig jaar maart. Ja, kijkers denken nu, waar hebben ze het in godsnaam over? We hebben het over de dameskledingbeurs in Leende, waar altijd echt een enorme happening is. Dus ik denk dat het ook echt gemist is. Ik denk het zeker wel. Ik heb zoveel reacties gehad van mensen. Wij waren vorig jaar het laatste evenement wat doorging voordat de lockdown inging. En we hadden gehoopt in september het eerste evenement weer te zijn waar weer doorgang zou vinden. Maar helaas. En toen werd het in september afgezegd. En toen dachten jullie, nou dan gaan we het in maart doen. En maart kon het ook niet doorgaan. Dus nou zitten jullie echt te springen van nou moet het toch echt wel weer gaan gebeuren. Zeker. 26 september lijkt natuurlijk ver weg, maar dan is het weer zo. En ja, wij hopen en hebben er alle vertrouwen in dat het gewoon weer door kan gaan. Ja, want het is echt al sinds jaar en dag, hè Rita? Ja, zeker. Het bestaat al echt heel erg lang. Al meer dan 25 jaar. En het is twee keer niet doorgegaan en ja, nou dan de afgelopen twee keer niet. Ja, dus dan wordt het nou toch echt wel weer eens tijd. Kun je nog eens voor de mensen die het niet weten uitleggen hoe het werkt? Nou, wij organiseren een Mien Wijflaas en ik samen met een heleboel vrijwillige vriendinnen organiseren wij eigenlijk twee keer per jaar een dameskledingbeurs waarop iedereen tweedehands dameskleding en schoenen en allerlei dergelijke andere materialen kan verkopen. Wij werken wel op inschrijving, dus we hebben een heel groot klantenbestand die mensen krijgen een week of vier, vijf voordat de beurs is een uitnodiging waarop ze moeten reageren. En ja, dan gaan we door tot we vol zitten en dan zitten we vrij vlug meestal. Wij kunnen van 100 mensen de spullen kwijt en anders is het ook niemand te behappen, nee. Wordt het ook veel te groot, hè, want iedereen mag toch 25 stuks kleding en 10 stuks overige artikelen inleveren. Dus je kunt je voorstellen dat er echt een hele volle veel winkel spullen. Is. Ja. Ja, ja, en dan is het een kwestie van mensen gaan thuis een prijs bedenken, gaan hun spullen inschrijven en stickeren, ze krijgen die benodigdheden van ons krijgen. Die sturen wij ze toe na betaling van een paar euro. Mm. En dan kunnen ze gestickerd inleveren op haartjes, zaterdagsmorgens. En zondagsavond is het restant wat niet verkocht is ophalen en de opbrengst van de spullen die wel verkocht zijn. Ja, en een klein daarvan deel ook gaat dan naar een goed doel, hè? Ja, mensen kunnen ook hun spullen sowieso achterlaten. Dat gaat naar de voedselkledingbank in Valkenswaard. Die zijn er altijd erg blij mee. Bovendien van onze opbrengst gaat ook daar naartoe, want wij hebben natuurlijk wel wat de nodige kosten. Dus mensen moeten wel, ze brengen hun spullen in, moeten er wel rekening mee houden dat wij daar een percentage van inhouden. Ja, logisch en, hè? Ja, ja, normaal is dat 20% en wij weten nog niet hoe het dit jaar gaat lopen, want wij zijn nog in onderhandeling met ons prachtige nieuwe gemeenschapshuis. Dat is even heel erg wennen, hè? Want dat is ineens heel ruim en heel groot en heel nieuw, dus alles is even anders. Ja. We zijn gaan kijken en het ziet er fantastisch uit, maar daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Dus ja, daar moet nog over gesproken worden. En aan de hand daarvan weten wij natuurlijk ook welke kosten dat we door moeten berekenen aan onze inbrengsten. Ja, want bij jullie kun je ook altijd wel passen, hè Rita? Ja, wij hebben altijd een royale pasgelegenheid. En met hele grote spiegels. En zodat iedereen ook goed kan zien hoe het staat. En je krijgt ook gegarandeerd advies, hè, van al die vrouwen die natuurlijk, daar staan. Dat is het voordeel, hè? Ja, natuurlijk. Een hele happening. Mm-hmm. Ja, ja, dus dat gaat echt heel erg leuk. Ja, en het is wel echt zo, Rita, het is een dameskledingbeurs, hè? Dus niet voor heren, hè? Echt een dameskledingbeurs, nee. Geen herenkleding. Heren zijn ook echt niet welkom, want ja, je kunt je voorstellen als al die vrouwen daar staan te passen. Ja, en dan zit de man tussen op een stoel met een paraplu, dat werkt niet, hè? Nee, die moet dan maar buiten op het terras of voor aan de bar gaan zitten. Dat mag natuurlijk wel, want de Schammert heeft wel beloofd. We hebben voorheen, zetten wij koffie en konden mensen een kopje koffie kopen. En dat ging dan ook naar de voedselbank. Maar in de Schammert zijn die regels iets anders. Maar de Schammert heeft wel beloofd dat er iemand van het personeel aanwezig is. Zodat de bezoekers ook gezellig een kopje koffie in de fantastische nieuwe foyer van de Schammert kunnen drinken. Tegen een gereduceerde prijs. Dus dat is dan een prima oplossing. Voor alle mannen die dan even moeten wachten. Ja, hè? Zeker. Ja. Ja, ja. Dus Rita, voor jullie kan het wel weer gewoon doorgang gaan vinden. Ja, we hebben er nou eigenlijk alweer zin in hoor. Ja, het is te lang geleden hè?
is te lang geleden. Ja, ja. Dat geldt natuurlijk voor heel veel evenementen, maar we hopen echt dat het doorgaat. Ja, we vinden ook nou even ineens weer alles leuk, hè? Want we hebben al die tijd niks gehad, dus nou vinden we alles leuk. Dus we kijken naar alles uit, dus dan hoort de dameskleding er toch echt weer bij. Ja. Ja, daarom. Nou, Rita, jullie hebben ook een website? Nee, we hebben wel een Facebookpagina met de voor de hand liggende naam Dameskledingbeurs Leende. Daar posten wij niet zoveel op, maar wel de laatste nieuwtjes en tegen de tijd dat de beurs, die datum van 26 september nadert, gaan wij daar ook zeker dingen op plaatsen. En mensen kunnen daar ook via Messenger contact met ons opnemen of gewoon via de telefoon of ons gewoon aanspreken, mag altijd natuurlijk. Ja, nou, dan gaan we er gewoon vanuit dat het doorgaat, Rita. En laten we dan een maandje van tevoren nog even contact hebben, dan kunnen we het nog precies even zeggen. Lijkt me een prima plan. En als iedereen dan vast in de agenda noteert, 26 september 10:30 tot 13:30 in de Schammert, dan heten wij alle dames daar van harte welkom. Dan moet het helemaal goed gaan komen. Dat lijkt mij ook. Goed, dan wens ik jou een fijne avond en tot de volgende keer. Dankjewel. Jij ook en succes met de uitzending. Dankjewel, hè? Rita. Tot ziens. Dag. 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 Deze beelden kregen we van Jos Saas uit Budel. We zitten op de Instraat en net als vorig jaar verkopen ze prachtige perkplanten in samenwerking met Feijen uit Sterksel en heerlijke aardbeien. Beste kijkers van Horizon TV, u ziet het, ik sta momenteel bij het Witte Goud, bij de aspergevelden, want we zitten momenteel in het hoogseizoen van de asperges. U weet het natuurlijk, dit overheerlijke lekkernij komt natuurlijk uit onze eigen regio. En wat ook uit onze eigen regio komt, en wat de meeste mensen ook wel erg lekker zullen vinden, dat is het item van aanstaande zondag. Ik zou zeggen, veel succes. Tot zondag. Dag. Hier zijn je vrienden van de show. Dit was hem dan, de Samen Sterk voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en fijn weekend. Tot de volgende keer. Hoi! Hey mijn vriend, kan ik even met je lachen? Ergens gaan hangen, het is zo saai de laatste tijd. Heb jij dat ook? Gevoel van twijfel en verveling als je alleen bent. Want als ik terugdenk aan die tijd, dat de zon voor iedereen nog stond te stralen. Je
dronk een biertje aan de bar. We gaf een knuffel of gewoon een compliment. Maar door de afstand is de eenzaamheid de trend. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterk, een lieve groet, een telefoontje. We zitten samen in dezelfde schuit. Ja, samen sterk. Mag ik nog even met je lachen? Het is lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Heb jij dat ook in al die stilte? Dat je denkt dat jij dit niet alleen denkt. Want het is alsof die straten zonder ons gezellig en gewoon een tijdje leeg zijn. Jij dan ook, dat het de tijd wordt om weer vrolijk door het leven heen te gaan. Die gedachte moet bij ons blijven bestaan. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterk. We zitten samen in dezelfde schuit. Ja, samen sterk voor iedereen. En dan komen wij eruit. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Ja, samen sterk. We doen gezellig allemaal weer mee. Ja.